Wat als? Fluisterde zij zacht. We hen misschien te weinig horen. Zien we niet hun gedachten? Lezen we niet hun geweten? Voelen we niet wat zij dromen? Geven we dat lijf, die wil, dat lot een stem? Wat als dat telt? Moet zij vaak gedacht hebben. Wat als onder iedere adem zucht een bonzend hart schuilt in de borst dat gezien mag worden? Wat als in het lijf dat het draagt, in het lijf dat het is, in het lijf dat vraagt, mag dit er zijn? Mag ik er zijn? Mag het zo zijn? Wat als die inborst de tussenruimte draagt? Tussen leven en lijden, tussen levenslust en lijfsbehoud, tussen voor en tegen. Zij bracht ruimte voor het lijf. Dat herinneringen draagt, mijn lijf. Dat verzinselen herbergt, ons lijf. Dat zichzelf telkens uitdaagt. Met huid en haar de toekomst instaart en niet weet wie er over gaat. Dat lijf. Wat als we kijken waar het zich in verslikt? Waar de hoop op het puntje van de tong ligt, luisteren we om geen woord te missen, vol naar de stemmen betekenissen. Adem in. Adem uit. Zij gaf woorden, droeg zorgen, deelde macht, stond naast ons. Zij, aan zij en keek grenzeloos, gewetensvol met jou en mij van wie ze zijn, die lijven. Wie mag er zijn? Wie bepaalt de grens van pijn? Binnen en buiten de lijven, buiten de lijntjes. Onvoorspelbaar, maar niet onvoorstelbaar. Nadrukkelijk uitgesproken, maar nooit uitgesproken. Kijken. Is wat ze deed. Wat als, vroeg zij, en bracht meer tussen jou en mij. Een ruimte vol gedachten, een ruimte voor verwachting, een ruimte als geen ander. Zij zag al die lijven als die ene die er zijn mag en vrij lag en vrij is. Wat als, wat anders, what else, dat was Else.